kunnen jullie even voorstellen, want we zijn hier in de grootste stadstuin van Middelburg. En vorige week was ik de Volderijlaag bij dat huis wat daar ergens achter de bomen wordt verbouwd. Ja, ja. En toen reageerde jij van, nou je mag best eens komen kijken in die tuin die ik daar niet kon zien. Ja. Ja. Dus wie zijn jullie? Nou, ik ben Adriaan van Haafden. Aangenaam. En ik ben Maarten van Haafden. De zoon, ja. Ja. En hoe lang wonen jullie hier al? 27 jaar. Oh, dat is al behoorlijk lang, ja. Begin jaren 90. En dit zijn onze laatste paar weken die we hier verblijven. Ja, want jullie gaan het pand verlaten. Ja, we gaan verhuizen. Ja. En de stad uit, of blijven jullie wel in Middelburg? Zij blijft in Middelburg. Curaçao. Oh. En ik blijf hier in Middelburg. Ja. Naar de zonnige orden. Ja. Ja. Maar deze tuin, want ik zie het, ja, het is gewoon een enorm veld. En ik heb wel eens gehoord dat zulke tuinen zijn ontstaan omdat in de oorlog dan de mensen die wat meer geld hadden dan de tuinen opkochten van de omgeving. Is dat hier ook het geval? Of? Nee. Nee? Dit was van een aannemer. Die hier in de Zijstraat woonde, geloof ik. Ja, Zijstraat. Ja, want wat ik hier zie, dat lijkt ook wel een soort oude werkplaats, of wel? Ja, ja. Dat is ook zijn oude, zeg maar zijn oude loods. En zijn materialen, die had hij hier allemaal liggen. Het was gewoon een soort opslagplek, ja. Ja, dat was een opslagplek. Goedhals. Ah, dat is een hele bekende naam. Ja, die heeft ook op de Loskade zaken gebouwd. Ja. Oh, dat is ook, oké. Goedhals, dat is het, ja. Toen heeft hij het een jaartje of, ik geloof 20 jaar later, als ik het me goed herinner, in 1928, verkocht aan een professor Koch uit Groningen. Een Joodse chirurg was dat. En die heeft toen, dit stuk van Goedhals erbij gekocht. Oké. Hier ligt ook nog een schuilkelder onder het... Is dat zo, ja? Ja, dat is een ander verhaal. Maar het is wel heel interessant, een schuilkelder. Ja, zijn we alleen nooit... dat waren Joden, die Kochs. En ja, het verhaal gaat, ik heb het zelf nooit gezien, dat daar bij die Magnolia in de buurt... Een kelder zou zitten. Maar jullie zijn nooit gaan graven of... Nee, we hebben er wel over gefantaseerd. Maar ja, je stuit denk ik op een hoop puin. Ja. En je hebt een geweldig gat in je tuin. Ja. Maar als we het daar nu over hebben, over die tuin, want onderhouden jullie dat helemaal zelf? Of, Ja, dat is een hele klus. Ja, precies. Alleen het grasmaaien, dat is al een wagentje waard, hè? Zeker, twee uur doe je erover. Ja. En de nieuwe bewoners, mag je daar iets over zeggen of is dat een beetje te privé? Of, Ja, die ken ik niet eigenlijk. Nee. Dus, maar die hebben geen speciale plannen met de tuin? Of, jawel. Ja? Die willen wat stukjes gaan verkopen aan buurtgenoten. Want nou, ik heb hier 29 buren. 29, ja? 29. En nog nooit bij de rijdende rechter geweest. Nee. En wat bent u van beroep? Wat was u van beroep? Ik was psychiater. Ah, oké. In het ziekenhuis Walcheren. En waar, jij blijft ook in Middelburg? Ik blijf in Middelburg wonen, ja. Ik ga in Zuid in een huisje zitten. Maar het houdt hier nog niet op hoor, met alleen de tuin. Oh, niet? Hier, je kan hier ook nog hier achter. Oh ja? Ja, dit bijhouden, dat mogen de nieuwe bewoners dan gaan doen. Ja. Als jullie het met de korte broek kunnen, dan durf ik het ook. Ja, die handmeters waren hier ook wel. Kijk, daar heb je dat huis weg nu al. Ja. We zijn al helemaal aan het renoveren. Er ligt ook iemand te slapen, heren. Ja, dat is ook een beetje. Die ligt lekker te slapen. Er ligt iemand te slapen in de tuin. Het is gelukkig geen braam of zo. Nee. Het gaat gewoon verder inderdaad. Dat is dan nog een... Kijk, dit stuk hebben we al verkocht. Goedemorgen. Onze achteruitgang nog even zien. Ja.
Dit hebben ze mooi goed bezig, Kees. Ziet er mooi uit. Komt hier een gebouw op? Nee, ja. Nee? Gewoon de tuin van de loods. En dit is de achterzijde van Klein Vlaanderen? Ja. Ja, ze is toch een flink stukje erbij, hè? Oh. Nou, Blue. Hey. Wat zie je? Maar gebruiken jullie deze ook echt als in- of uitgang? Of nauwelijks? Nou, vooral voor afvoer van, ja, van zaken. Ja. En zo, maar is het wel zo dat als jullie bij wijze van spreken hier wat zouden willen op dit grasveld? Al dan niet bouwen of totaal ander aanzicht? Mag dat gewoon of is dat... Nou, bouwen niet volgens mij. Nee, maar... als je er een groot zwembad wil maken... Dan is dat geen probleem. Dat mag. Ja. Ja, ik zou er zelf denk ik toch niet heel veel aan veranderen. Misschien dat ik inderdaad de bossage een beetje zou... het is op zich wel lekker. Als het allemaal geweldig is, dan is het ook niet zoveel. Nee. Ja, je kunt er wel voetballen en... Ja, er is ook veel gebeurd. Gaat u het ook missen, mevrouw? Ik moet eerlijk zeggen, niet de tuin. Nee. Wel het feit dat je zo op de fiets naar de markt kan. Oh ja, echt waar? Dat ga ik missen. Maar heeft u in al die jaren niet heel veel genoten van deze tuin? Jawel, natuurlijk ook wel, maar het is ook heel veel. Heel veel werk? Ja, natuurlijk is het heel veel. En wie nam dat bij jullie eigenlijk het meest voor zijn rekening? Deed u dat? Of deed Maarten dat? Of? Wat? Dat, Maarten en ik, hè? Ja? Maarten en ik. Het gras is mijn taak. Oké. Maar je hebt wel een machientje, neem ik aan. Ja. Mentale bomen sommigen. Ja. Mag er niet eens aankomen. Is er eentje bij waarvan je zegt, dat is echt een bijzondere boom? Ik heb het nou eerlijk gezegd de niet... oudste moerbei van Nederland. Echt waar? Ja. En dat is die lage hier? Ja. En dat is een ginkgo. Daar maken ze pillen van tegen dementie en al dat. Ja. Deze ranken hier zo? Ja, dat is een ginkgo. Nooit van gehoord zelfs. Ja, die moerbei die wordt dus helemaal gestut, hè? Nog een stoeltje ook. Oh ja. Hij reekt hier aan alle kanten af. Ja. Hij heeft een beetje hulp nodig als bejaarde. Ja. Die mag dan nog wel een stuk. Doe maar even dat mini-handeltje daar op die tafel. Ja. Dat mensen hier gewoon kunnen aanbellen. Om het willen kopen. Er zijn nog een vijver. Zitten daar ook vissen in de vijver? Nee, niet meer. Dankjewel. Die zijn opgegeten. Ja, op de jijger toe. Elke ochtend. Daar staat ook wel een oud huisje, zeg. Ja, dat is ook helemaal aan een renovatie toe. Zeker, ja. En jullie huis loopt tot? Is dat alleen deze of dat stuk ook? Nee, alleen deze. Ja. Het zijn echt drie woningen. Want dat heeft u allemaal te koop, mevrouw. Voor zachte prijsjes? Ja, tuurlijk. Voor kleine... Kleine bedragen. Kleine bedragen, zachte prijsjes. Inclusief staande schemerlamp. Hè? Inclusief staande schemerlamp. Nou, bij deze... Het wat voor jaar is het pand? Dat is van de jaren 30? 1902. 1902 zelfs? Ja.